Hebben jullie eigenlijk een geluksonderbroek? Nee, die heb ik niet. Of iets anders wat geluk brengt? Ik heb wel altijd mijn armbandjes, deze. En Rolf? Oh ja, Rolf had altijd zijn gelukspetje. Hij zei dat hij met de speler weer op ging doen. Ongewassen petje. Doe. Leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe video. Ik ben Daphne en ik sta nu in de gym van het Watersportverbond. Ik heb vandaag afgesproken met... Sandra. En... Rolf. Oh. En zij gaan vandaag een gymtraining doen, dus ik ga even kijken wat ze allemaal doen in aanloop naar de Paralympische Spelen. Ben je er klaar voor? Helemaal. Gaan jullie goud winnen? Yes. En waarom? Gewoon, omdat we het beste zijn. Waarom zijn jullie beter dan de anderen? ja, ik geef me niet zomaar gewonnen. Ik weet niet of we beter zijn dan de anderen. Weet jij het wel? Slimmer. Sterker. Dat hoop ik tenminste, dat hoop ik. Laat de spierballen even zien. Spierballen. Nou, dat is wel goed voor goud. Ja? Ja. Tof. Nou, jullie zijn 3 jaar geleden pas begonnen met deze campagne. Ja. Hoe is het om eerst als werkende man over te gaan naar een topsportleven? Nee, dat is heel bijzonder, omdat je natuurlijk in het bedrijfsleven, echt een hele andere kant van wat ik nu doe. Toen ben ik buiten met topsport bezig en toen was ik binnen gewoon met kantoorwerk bezig. Dus het is echt een complete omzwaai. Ik wil er nog wel wat over kijken eigenlijk. In het verleden had ik nooit zoveel oog voor mijn handicap zelf. Omdat je bezig bent met jezelf bewijzen en zo. Maar door de sport ben ik zo met mijn fysiek ook bezig met mezelf. En het is eigenlijk zo belangrijk voor iemand met een handicap dat je eigenlijk je... fysiek je constant je grenzen verleggen. Ja. En ik deed het altijd op in mijn carrière. Maar eigenlijk is je lichaam zo belangrijk. En dat vergeet je wel eens. Door dat constant te trainen, met jezelf bezig zijn en ook met... Gaat het eigenlijk juist beter? Ja, dus je wordt fysiek veel sterker. En dan denk van, dat is natuurlijk veel belangrijker dan wat dan ook in het leven. Dat je gewoon helemaal gezond bent. Ja. Hoe bereiden jullie je voor op de Spelen? Want jullie hebben nog nooit eerder meegedaan. Hoe ga je daarop voorbereiden? Vorig jaar zijn we al een keertje geweest in Rio. En het hele evenement, dat weet ik eigenlijk niet. Ik denk dat ik maar gewoon over me heen laat komen. Dat is misschien ook wel de beste manier. Ja. De fiets van Rolf. Tadaa! Waarom heb je die fiets? Ja, gewoon is mijn loopfiets eigenlijk. Dit zijn gewoon eigenlijk mijn benen. Dus hier beweeg ik me voort. Nou chill, kan ik er ook even op fietsen? Ja, tuurlijk. Ja hoor, doei doei! Ga eens een wheelie doen. Een wheelie? Ja. Nou Rolf, bedankt dat ik even mee mocht. Dankjewel. Veel succes in Rio. Dankjewel hè. Ja. Doei.